vlak achter het grootste podium staat het kleinste podium van Tomorrowland. Is niet zo makkelijk te vinden, maar wij gaan er nu naartoe. Let's go! Had je ooit gedacht dat je op Tomorrowland ging staan? Dat is een van de doelstellingen altijd als je aan het zoiets begint. Ja, deze is een bucketlist momentje. Een van de bucketlist, ja. Het is zalig om te zien hoeveel mensen er hier ook blijven plakken wel. Ja, je moet ze triggeren, maar ik ben ook, het is een kinderanimatie, je moet ze 300% geven om 80% terug te krijgen.